Hartelijk welkom allebei. Fijn dat jullie er zijn. Nilab, om met jou te beginnen. Welkom. Bij 1, ik zat de peilingen te kijken, het gaat goed. Jij bent de nummer 3. En in de laatste peiling zag ik dat het er een beetje omspant of het 2 of 3 zetels zouden worden. Klopt. Wat betekent dat voor jou als nummer 3? Dat lijken me echt van die zenuwslopende weken. Of hou je niet zo bezig met de peilingen? Ik hou me niet heel erg bezig met de peilingen. En tegelijkertijd campagne voeren kan ook heel leuk zijn. Je bent veel op straat en je bent heel veel bezig met doen waarvoor je echt gekomen bent. Met mensen praten, vragen wat ze drijven, wat ze nodig hebben van de politiek. Dus ik werk al in de fractie. Dat is ook wel heel leuk om te doen. Ja. Dus in het ergste geval verandert er niet heel veel. Nee. En wat is het belangrijkste waar jij je hart voor wil maken in de raad? Een rechtvaardigere stad voor iedereen. Dus ook de onzichtbare mensen waarvan de ongelijkheid niet helemaal zichtbaar is voor iedereen hier. Ik denk een leefbare stad. We zien dat heel veel Amsterdammers echt in het nauw worden gedreven. Niet alleen in de woningmarkt, ook in de arbeidsmarkt. Mm-hmm. Ook door etnisch profileren, preventief fouilleren. Het wordt gewoon veel moeilijker voor iedereen om te wonen. Je ziet nu ook dat mobiliteitsarmoede en energiearmoede veel hoger beginnen te stijgen. Dus ik zou het heel mooi vinden als wij kunnen bijdragen aan transparantere politiek die voor iedereen werkt. Ja. Bijeen is wel een opvallende partij in die zin dat jullie vrij expliciet hebben gezegd, hè, stel dat we wat meer zetels hadden, we willen niet per se het stadsbestuur in. We willen eigenlijk best wel graag in de oppositie blijven. Waarom zeggen jullie die rol in de oppositie is beter voor ons? Of voor de stad trouwens? We hebben hele mooie kernbeginselen en die stellen een doel voor ogen wat ideologisch gedreven is en waardoor wij nooit zullen zeggen van oké, we kunnen nu heel veel inleveren en meedraaien met een coalitie, maar we zeggen toch altijd mens, hier, milieu op 1 voor winst en zolang dat niet mogelijk is, zullen wij niet met minder genoegen nemen in de politiek. Nee, maar wel oppositie voeren dus. Ja. Gerren van de Heuvel, ChristenUnie, welkom ook, fijn dat je er bent. Bij jullie eigenlijk is het ook die spanning. Hè? Het hangt erom of het gaat lukken. Toen dacht ik zat te kijken. Het CDA is ook natuurlijk spannend of het gaat lukken. Toen dacht ik eigenlijk is het niet een beetje zonde dat jullie aparte lijsten hebben als christelijke stemmen in de stad? Nou, ja, dat is natuurlijk. Ik denk dat is een christendemocraat en ik ben meer christelijk sociaal misschien. Maar ik denk dat we ook echt hele andere lijsten hebben. Dus ik denk dat als je kijkt naar welke kiezers in Amsterdam op het CDA stemmen en welke kiezers op de ChristenUnie stemmen, dat ook echt andere groepen zijn. Dus ik denk als je het hebt over de groepen buiten de ring, waar Denk het ook over had, dat is denk ik als je ook naar de vorige verkiezingen kijkt. Met name ook onze kiezersgroep in Zuidoost, migrantenkerken. Ja. In Noord en Nieuw-West scoren wij relatief goed voor ons. Maar ik wil de sfeer niet verpesten, maar dat zou dus kunnen betekenen dat de christelijke stem uit de gemeenteraad verdwijnt. Of het nou sociaal of democratisch, of hoe je het ook noemt. Dus te meer het belang om de ChristenUnie te stemmen. Dat is zeker een antwoord, ja. Ja. Wat is nou het belangrijkste voor jullie, waar jullie campagne op willen voeren, waarvan jullie zeggen dit is wat de ChristenUnie toevoegt in de Amsterdamse Raad? Nou, ik denk wel dat toch is om de mensen die niet altijd een stem hebben, een stem te geven. En dat kan zijn dat ongedocumenteerden zijn, waarvan de mensenrechten onvoldoende beschermd zijn in onze stad. En dat kan zijn dat over staatlozen gaat, of over daklozen. Mensen die vastzitten in armoede en schulden. Of mensen die vastzitten in gedwongen prostitutie, gaan we het zo meteen ook over hebben. En ik denk dat we juist die groepen een stem willen geven. En daarnaast willen werken, net zo goed als wat Bijeen ook zei, aan een rechtvaardige, eerlijke stad waar iedereen een kans heeft. Ja. Je noemde al het thema waar jullie het zo meteen over willen hebben, prostitutie en sekswerk. We gaan eerst naar Nilab's thema en dat is economie. Jullie willen het heel graag daarover hebben. Mm-hmm. Kun je ons kort meenemen waar jullie het over willen hebben vanavond? Ja. Ik dacht, Bijeen wordt heel vaak gezien als een partij die vooral gaat over racisme en discriminatie. En dat is zeker niet zo. Ook op het gebied van economie komt onze kernwaarde anticapitalisme heel erg naar voren. Want wat wij zien is dat kapitalisme en dus echt de hyperfocus op winstmaximalisatie, de woningmarkt, de arbeidsmarkt vooral, en gewoon het leven van heel veel mensen in deze stad onmogelijk maakt. Je kan keihard werken, maar het minimumloon stijgt eigenlijk bijna nooit mee. En als jij voor het minimumloon werkt, zeg je heel vaak wie hard genoeg werkt, die zal vanzelf succesvol worden. Maar iemand die als vuilnisman in Amsterdam werkt, die werken keihard. Ik denk dat fysieke werk echt harder is dan veel dingen die wij academisch gezien kunnen doen. Maar ze zullen nooit helemaal meegroeien. En wij zeggen dus een circulaire economie die veel meer terug kan geven aan de mensen in de stad, die veel rechtvaardiger verdeelt. En die ook multinationals kan weren, die maximaal gebruik maken van al onze voorzieningen, die heel veel gas, stroom, water gebruiken, waar we eigenlijk steeds minder van hebben voor ons allemaal, dat echt de toekomst moet zijn. Dus we willen heel erg inzetten op circulair en willen een minimumloon garanderen voor iedereen die minstens 14 euro is. Maar ik denk na
het debat wat we net hebben gehoord, dat ik toch ongelijkheid echt wil meenemen. Want ik snap dat voor sommige mensen, ja, als je een witte man bent die nooit wit privilege training heeft gehad, dan zie je natuurlijk geen discriminatie. Dat is dan iets wat inderdaad echt niet zo zichtbaar is. Maar samen met de ChristenUnie zijn we nu met een van de deelnemingen van Amsterdam, met een aantal mensen die daar voor werken in gesprek. En de verhalen zijn echt schrijnend. Ik heb niet vaak meegemaakt dat ik mensen hun verhalen van discriminatie heb gehoord, dat ik bijna met tranen in mijn ogen zat. Maar het is echt een enorm probleem. Het is heel goed dat politici zich ervoor in willen zetten. Er zijn ook mensen die dat tegen willen werken of die het niet zien. Maar het is een probleem wat we niet meer kunnen ontkennen. En ik denk dat dat ook echt veel beter afgedwongen moet kunnen worden op de arbeidsmarkt en vooral door Amsterdam zelf in haar deelnemingen. Ja, maar sowieso eigenlijk de rode draad bij jullie rond economie is veel meer grip daarop vanuit de gemeente op wat je wel en niet in je stad wil. Bijvoorbeeld ook met die multinationals, hè, dan zeggen jullie die willen we weren uit de stad. Wat betekent dat concreet voor de multinationals die er al zitten? Bijvoorbeeld we hebben vestigingen van de ING, we hebben Booking hier zitten, we hebben grote bedrijven in de stad. Wat betekent dat voor die bedrijven? We willen dat ze zich aan regels gaan houden. Je hebt op het internationale vlak de UN Guiding Principles en meerdere verdragen. En als zij zich daar niet aan kunnen houden, dan moeten daar consequenties voor gelden. Ze moeten ook terug gaan betalen, want multinationals die kunnen heel makkelijk bepaalde regels omzeilen. Ze betalen minder belasting en ze dragen echt niet zo zwaar de lasten van de groene revolutie als dat de armsten doen in de samenleving. Dus we willen ervoor zorgen dat de multinationals die er al zijn bij gaan dragen aan de leefbaarheid van de stad. Ja. En vooral zorgen dat er niet nog veel meer bij komen. Ja. Ja, Gerben van der Heuvel, ChristenUnie, hoe luister jij hiernaar? Nilab beschrijft de ongelijkheid in de stad, de buschauffeurs die hard werken en weinig verdienen, en zegt we moeten daar een anticapitalistisch model tegenover zetten waarbij we bijvoorbeeld de macht van de multinationals in de stad breken. Nou, dat laatste kan ik me wel in vinden. Maar ik denk dat we met dit thema natuurlijk eigenlijk ook wel een van de kernpunten te pakken hebben waarom Bijeen niet zou willen meebesturen in de stad. En dat is omdat dat hele verhaal van anticapitalisme natuurlijk heel mooi klinkt en ook goede punten heeft. Maar zoals het in het Bijeen-programma staat, totaal onwerkbaar is voor Amsterdam. Sterker nog, als we het hebben over de toekomst van de Amsterdamse economie, als we het Bijeen-programma gaan uitvoeren, dan hebben we over een heel aantal jaar helemaal geen economie. Kun je dat concreet maken dan? Nou, bijvoorbeeld, een voorbeeld uit het Bijeen-programma is dat er staat dat de haven van Amsterdam, een grote sector voor de stad, belangrijk voor onze economie, voor 2025 fossielvrij moet zijn en de bedrijven die daar zijn moeten daar zelf voor gaan betalen. Dat is totaal onwerkbaar. Dat betekent dat al die bedrijven, als ze dat moeten gaan doen, per direct failliet zijn. Ja, misschien even kort aan dit punt. Mag je op reageren? Ja, we betalen met z'n allen al heel lang voor het verduurzamen van het hele land eigenlijk. En die schulden die worden gedragen door de allerarmsten. Want er zijn onderzoeken gedaan naar hoe de lastenverdeling is van de groene soort van omschakeling van onze maatschappij. En die rekening komt continu bij mensen te liggen die helemaal niet zoveel geld hebben. Dus ja, bedrijven draaien veel meer omzet. Daar is ons systeem ook naar gecreëerd. Maar we mogen eigenlijk nooit zeggen, laat ze meebetalen. En dat vind ik een beetje, ja, ik snap niet helemaal wat daar logisch aan is. Want ik denk dat wij zeker niet de economie weg willen werken. Maar een economie waarbij mensen hier en milieu centraal staat en voor winstmaximalisatie komt, dat moet voor mij echt wel werkbaar zijn. Nou, ik hoor in ieder geval geen antwoord hoe u dan de Amsterdamse haven gaat redden. Alleen maar een voorstel hoe u de Amsterdamse haven om zeep helpt. En daar komt wel bij dat u nu zegt, de bedrijven moeten de rekening gaan betalen. Maar ik hoor u eerder zeggen, ja, we moeten vooral zoveel mogelijk bedrijven weren. Sterker nog, multinationals. Multinationals, maar ook in het programma enorm staat grote multinationals dat we veel meer naar vrijplaatsen moeten gaan in plaats van naar bedrijven. Maar vrijplaatsen betalen geen belasting. Het is natuurlijk wel zo, ik vind het prima om bedrijven meer mee te laten betalen, ook aan de energietransitie. Maar zoals u het in uw programma omschrijft, zijn bedrijven hele vieze organisaties die we vooral een beetje uit stad moeten weren. Moeten we het vooral heel erg vanuit de vrijplaatsen. Er staat letterlijk, we willen geen bedrijven, maar vrijplaatsen. Oké, maar dan heb ik ook wat even voor economie een hele specifieke wil je dan van stad? Maar dan heb ik een hele specifieke vraag. Wat ging die verduurzaming kosten van de haven? En welk bedrijf gaat daar aan failliet? Want wat gaat het ze kosten om dat te doen? Want dat weet je dan denk ik wel. Nou, ik denk als je de haven fossielvrij wil maken, dat je bijvoorbeeld, dan moet je alle bedrijven die daar liggen, zal je walstroom moeten laten aanleggen. Dat is op dit moment onrendabel. Als je dan zegt dat een bedrijf. Is het onrendabel of is het onbetaalbaar? Als al die bedrijven dat samen gaan doen. Het op dit moment daarom ook niet zelf doet. Dat is een van de redenen waarom we het onvoldoende doen. Dus als u zegt dat moet een bedrijf dan gaan betalen, terwijl bedrijven op dit moment ook door de corona. Maar dit is dus per definitie doen we hetzelfde. Maak even kort je zin af en dan kan Nilo reageren. Bedrijven hebben door de coronacrisis zwaar
jaar gehad. Zijn ook door grote reserves heen. En als je dan allerlei dingen bij bedrijven neer gaat leggen die bij voorbaat onrendabel zijn, dan vind ik dat een onrechtvaardige stad en onrechtvaardige economie. Maar dan raken we eigenlijk aan waardes en hoe verdelen we het? De lasten en de kosten van de transities die we willen maken. Mm-hmm. En mag jij erop reageren? En dat is inderdaad precies waar onze ideologie uiteenvalt. Want ik zeg inderdaad, die kosten die moeten inderdaad door iemand gedragen worden. En er zijn heel veel multinationals, heel veel grote bedrijven in Nederland die dat kunnen. En jij zegt, dat moet niet bij hun gelegd worden. Ik ben het daar gewoon mee oneens. Ik zeg niet dat het onbetaalbaar is of dat iedereen failliet moet gaan. Of dat al die bedrijven dat tot aan hun dood moeten kunnen opbrengen. Maar ik hoor echt zeker niet dat dat onmogelijk is. Of waarom dat zou moeten zijn. Misschien, ik wil hem even heel kort nog verleggen naar in hoeverre. Want dit is natuurlijk ook iets wat vaak te maken heeft met regels die landelijk zijn. In hoeverre kan de gemeente multinationals dwingen of reguleren om te veranderen? Op wat voor manier zouden jullie dat willen doen? Is dat dan meer aanspreken daarop? Ja, er moeten gewoon nieuwe regels opgesteld worden naar duurzaamheid en milieuschendingen. Want milieuovertredingen vinden vaak plaats. En we hebben ook gewoon heel weinig nalevingsverplichtingen voor bedrijven. Die hebben we echter wel voor normale burgers. Want als jij je vuil naast een container zet, dan krijg je per direct een boete. Ja. Dat geldt echt nog niet zo voor de bedrijven die in Amsterdam actief zijn. En dat komt ook doordat we op wereldniveau te weinig regels naleven. We hebben namelijk nog steeds het ILO-conventie hebben we ook nog niet geratificeerd. Ja. Dat zou één manier zijn om te zorgen dat werknemersrechten veel sterker verdedigd kunnen worden. Dat zou ook ongedocumenteerden helpen. Hè? Bijvoorbeeld de schoonmakers die daarmee dus eigenlijk rechten krijgen. Volgens mij zijn jullie daar ook voor om zeker te ratificeren als dat. Ik wil me ook even brengen naar wat betekent dit nou, even los van de multinationals, voor de Amsterdammers in de stad die op dit moment, ik zag vandaag het CPB, de koopkracht daalt met 2,5% volgend jaar. Dus de klappen van de coronacrisis komen er voor heel veel mensen nog aan. En dan is natuurlijk ook de vraag, op wat voor manier wil je de ambities van de stad betalen? Op wat voor manier wil je de lasten bijvoorbeeld? Moeten we de lasten verhogen in deze stad bijvoorbeeld om de transities te kunnen waarmaken die we willen? Ben ik niet bij voorbaat tegen. Dus, en welke lasten dan? Ik ben niet bij voorbaat tegen een verhoging van bijvoorbeeld de OZB, als je maar duidelijk uitlegt hoe je hem in gaat zetten. Ik ben niet tegen een hoge afvalstofheffing, als je er maar wel voor zorgt dat de stad dan schoon is. Dus ik ben niet heel vies van een lastenverhoging. Maar je moet wel zorgen dat het dan uiteindelijk ook gebeurt. En als we met een lastenverhoging bijvoorbeeld, en als je het hebt over ongelijkheid, hoe we de boel eerlijk verdelen, dan is een belangrijk punt uit het ChristenUnie-programma dat we de armoedevoorzieningen van 120 naar 130% gaan brengen. Want op dit moment is er een grote groep zogenaamd werkende armen in onze stad. Die hebben nergens recht op. Verdienen net te weinig om het leven in Amsterdam te kunnen betalen. Ja. En die zouden wij met armoedevoorzieningen willen ondersteunen. Ja. Zit daar verschil in tussen jullie? Daar zijn we het mee eens. Ik denk dat ons minimum verhoogd zou worden naar 150%. Maar ik ben het er wel echt mee oneens dat dat allemaal gedragen moet worden door de stad. Want ik denk dat er een hele grote kloof is ontstaan in Nederland en eigenlijk wereldwijd ook, doordat onze systemen te veel drijven naar winstmaximalisatie. Al deze problemen die we zien, dat mensen inderdaad op straat belanden, dat ze niet rondkomen, dat komt gewoon doordat wij niet willen zeggen dat bedrijven gewoon veel meer die last op zich moeten nemen. Want kijk, inkomens van mensen groeien niet echt mee. Minimumloon blijft vaak gelijk, tenzij je bij een heel goed bedrijf zit wat wel mee wil werken met een veranderende maatschappij. Maar voor heel veel mensen groeit hun inkomen niet mee met het inkomen van het bedrijf wat steeds hoger gaat en de winst daarvan stroomt door naar de top. Ik vind dat die verdeling veel rechtvaardiger plaats moet vinden vanaf boven. Nee, maar dat heb ik al eerder aangegeven. Daar ben ik het voor een groot deel mee eens. Alleen, ik wil bij een er wel aan herinneren dat dit de gemeenteraadsverkiezingen zijn. En wij gaan er niet per se over welke bedrijfsregels er allemaal gelden. Dat kunnen is voor we een groot deel het Rijk. Als gemeente? We gaan niet over bijvoorbeeld welke belastingen wij aan bedrijven opleggen en welke lasten bedrijven kunnen betalen. Wij gaan wel over bijvoorbeeld die twee die ik net noem. En het Bijeenprogramma zegt daar precies hetzelfde over als wat ik net zei. Dus daar verschillen we niet over van mening. Maar ik wil nog wel opnieuw dat punt aankaarten, hoe het bijeenprogramma dan uiteindelijk betaald zal moeten worden. Want u zegt, en daar ben ik wel gewoon heel benieuwd naar. Want dat is een vraag. U wil geen bedrijven in de stad, maar ze moeten wel alle kosten ophoesten. Nee, wij willen geen multinationals meer die gedreven worden door exploitatie. En dat is best wel grappig, want in jullie onderdeel over sekswerk zeggen jullie van, willen geen uitbuiting, willen geen exploitatie van vrouwen, et cetera. En vaak is het precies wat gebeurt bij multinationals die maximaal profijt hebben van werknemers die voor veel te weinig geld werken voor hun. Wij willen ook niet meer dat die uitbuiting plaatsvindt en vinden gewoon dat die winst
veel eerlijker verdeeld moet worden. Ook in belasting, want we kunnen wel afdwingen dat als bedrijven zich hier willen vestigen, dat ze aan bepaalde voorwaarden voldoen. Dat ze geen banden hebben met landen waarvan wij zeggen, nou, ik denk dat we nu niet meer zo open zullen staan voor bedrijven uit Rusland die bijdragen aan wat er in Oekraïne gebeurt. Trek dat wereldwijd door. Ik ben het hier allemaal over eens. Mag ik dan twee voorbeelden noemen waarvan ik denk dat ze onbetaalbaar zijn? Ik wil eigenlijk één vraag eerst nog stellen daaraan, om even dit punt af te maken. Namelijk, aan de ene kant zeg je, dit zijn inderdaad de gemeenteraadsverkiezingen. Wij kunnen niet per se multinationals tot alles dwingen. Tegelijkertijd, als je de voorbeelden hoort van onderbetaald worden bij grote bedrijven, dan kan dat natuurlijk, dan kan ik me niet voorstellen dat voor jullie dan het antwoord is, ja, maar daar gaat het over in Den Haag. Welke rol zou je willen dat de gemeente daarin dan speelt om dat aan te pakken? Nou, ik zou in ieder geval willen dat, dat de gemeente Amsterdam zich met de verbanden waar zij in zitten, op dit moment de MRA, maar bijvoorbeeld ook Amsterdam Economic Board, niet meer lobbyt voor de komst van nieuwe internationale grote bedrijven. Maar er zitten internationale bedrijven in, dus die zullen dat niet snel doen. Nee, dat zou kunnen, maar dan moet je dus als stad misschien overwegen of je daar wel in zo'n Amsterdam Economic Board wil zitten. Als dat doet wat bijvoorbeeld die lobby ook voor de groei van Schiphol. Ben ik ook geen voorstander van. Die board. Dat hebben wij inderdaad, dat hebben we gemeen. Ja, maar dan wil ik nog steeds die vraag stellen. Ik bedoel, er zijn twee voorstellen, laat ik die dan vragen, hoe gaat u dat betalen? U zegt dat u alle activisten in de stad een salaris wil bieden wat de overheid gaat betalen. Ik vind dat een vrij bijzonder voorstel. Ik ben benieuwd hoeveel dat moet gaan kosten en hoe u dat betaalt. En ten tweede, volgens u wilt mij inderdaad dat niet in ons programma, hoor. Staat letterlijk in uw programma. Nee, dat staat niet. En het tweede is dat we in Amsterdam naar een wettelijk minimumloon gaan van 14 euro, wat wij als stad gaan betalen. Hoe en wie gaat dat betalen? Oké, maar dat is dan de laatste keer over die betaling, ja? Die 14 euro minimumloon, die wordt ook op nationaal niveau afgedwongen. Ja. Dat is echt geen heel gek verzoek, want we zien dat enorm is meegestegen. Nou, als we Amsterdam Economic Board afschaffen, daar gaan ook wat miljoenen in. We zien ook dat Obanex, daar hebben we 40 miljoen in kunnen investeren. Mm-hmm. Dat is net zoveel wat in alle ontwikkelbuurten is geïnvesteerd. Dus één prestigieuze bibliotheek op de Zuidas krijgt net zoveel als dat we steken in Nieuw-West, in Zuidoost en in Noord. Wijken die 40 jaar achter. Ja, die kritiek delen wij. Het zijn keuzes. Die financiën zijn er. We zijn een van de rijkste steden op aarde en we doen hier alsof we echt straatarm zijn, alsof dat geld er niet is. Ik denk dat als bedrijven eerlijk hun steentje gaan bijdragen, en dat kunnen we echt wel afdwingen, dat er heel veel geld vrijkomt, maar het gaat er gewoon net om hoe je dat wil besteden, waar je het insteekt. Goed. Amsterdam heeft geen bedrijfsbelasting. We gaan dit onderwerp afronden. Dank Nilab voor het inbrengen van dit thema. En dan gaan we naar het laatste thema van de avond. En jullie wilden het hebben over prostitutie en sekswerk. Ja. Kort inleiden. Ja, en dat gaat erover hoe ik ook deze avond begon. Dat we een stem willen geven aan zij die geen stem hebben. En in de prostitutie zie je dat er heel veel mensen zijn die niet altijd gehoord worden. Dus die bezighouden om hun hoofd boven water te houden. Die vooral bezig zijn met overleven. Spelen veel armoede en schulden. Speelt het probleem dat mensen in de vrije sector zitten en elke dag heel hard moeten werken om en hun raamhuur te betalen en een vrije sectorhuur te betalen. En op die manier niet aan een andere toekomst zouden kunnen werken als ze dat zouden willen. En ik zou het mooi vinden als we vandaag op Internationale Vrouwendag ervoor zouden kunnen zorgen dat de mensen die in Amsterdam vastzitten in de prostitutie echt een keuze zouden geven om daaruit te komen. Want op dit moment is die keuze niet. En ik zou willen dat we daar vandaag in bij elkaar komen. Dat we de mensen die eruit zouden willen stappen, dat we daarin de drempels wegnemen die er voor het grootste gedeelte zijn. En dan noem ik de twee grootste. Dat is allereerst huisvesting. Dus we gaan degene die uit de prostitutie willen stappen een urgentie geven voor een sociale huurwoning. En we zorgen dat financiën en armoede en schulden op een goede manier worden aangepakt en dat er goede hulpverlening is. Laten we dat doen in Amsterdam. En ik zou het mooi vinden als we daar op Internationale Vrouwendag bij elkaar kunnen komen. Oké, heldere inleiding. Ook twee punten waarvan je zegt, misschien kunnen we daar elkaar vinden of zouden we dat kunnen doen, Nilab? Ik ben benieuwd hoe je hierop reageert. Ja, ik vind zeker mensen die gedwongen in de prostitutie zitten, die zich wanhopig voelen of daaruit zouden willen komen, maar geen andere optie zien. Tuurlijk moet je die inderdaad bijstaan. En het kan zeker een probleem zijn als daar geen toekomst voor te vinden is, omdat ze op de een of andere manier hier tegen hun wil in naartoe gekomen zijn. Ik denk echter dat je daarin echt onderscheid moet maken tussen maatregelen die het onmogelijk maken voor de mensen die daar wel echt in willen blijven en die van dat werk genieten en het gewoon gekozen hebben. Dus niet vergunningsverplichtingen invoeren, waardoor mensen die niet in die omstandigheden verkeren, zien dat hun levensomstandigheden moeilijker worden. Kijk, wat je wel ziet is dat de discussie heel erg los moet staan van mensenhandel en mensensmokkel. Dat is echt afschuwelijk. Ik vind dat daar ook veel meer op ingegrepen moet worden. En ik vind inderdaad dat
toegankelijkheid van woningen voor vrouwen en voor andere personen die eigenlijk in erbarmelijke omstandigheden met geweld of wat dan ook te maken hebben. Dat is een enorm probleem. We hebben denk ik 2500 urgenten in Amsterdam en we kunnen niet eens de helft van hun voorzien in een huis. Dat betekent dat mensen echt met problematiek blijven zitten. En daarin denk ik dat we zeker op hetzelfde vlak zitten. Hoor ik je dan goed als je zegt die twee voorstellen die Gerjan de ChristenUnie noemt op zich goede voorstellen. Ik kan in grote mate mee vinden. Maar jij wil de nadruk meer leggen op de rechten en van mensen die vrijwillig in de prostitutie werken en daar hun beroep van hebben. Dat is ook een discussie die we moeten meenemen hierin. Zeker, want sekswerk is gewoon werk. Dat moet echt voorop stellen. Sekswerk is werk. Heel veel mensen doen het vrijwillig. Als je het over mensenhandel hebt en gedwongen sekswerk, dat is iets wat aan gedaan moet worden. Maar dat moet volledig losstaan van de mensen die ervoor kiezen om in deze industrie te werken. Ja, dan eigenlijk, de dwang is niet goed. De voorstellen die je noemt, interessant. Maar tegelijkertijd kunnen we ook, dat is eigenlijk de vraag terug die ik dan even interpreteer. Kunnen we ook zorgen voor de mensen die er wel in werken en misschien dat ook willen? Dat we die meer rechten geven of makkelijker maken om te werken? Dat is eigenlijk de vraag die Nilab terugstelt. Nou, die vraag snap ik wel als ik het bij één programma lees op dit punt. Want de paragraaf daarover gaat vrijwel alleen over destigmatisering. Maar laat ik dan de piramide van Maslow erbij halen. Destigmatisering staat bovenaan. En ik zou willen beginnen dat we onderaan beginnen. Want er is een grote groep in de prostitutie die geen stabiele basiszekerheden heeft. Die niet veilig is. Die afhankelijk is van andere mensen. Die onvoldoende financiën heeft. Die geen veilige woonsituatie heeft. En ik vind dat je het pas over destigmatisering kan hebben als je voor de overgrote gedeelte de onderste piramide gedeelte zeg maar geregeld zou hebben. Ja. Dus ik vind dat je, als je het nu vooral over destigmatisering hebt en vooral met stellingen komt als sekswerk is werk en dat moeten we vooral niet van de problemen, loskoppelen. Dat zei je? Een vergunningseis opheffen is een concreet punt. Wij krijgen heel vaak sekswerkers over de vloer en belangenorganisaties van sekswerkers. En de problemen waar zij mee komen zijn ten eerste dat die vergunningen hun eigenlijk blokkeren in het werk wat ze willen doen. Ze worden eigenlijk gebruikt om ze uit de stad te drijven, terwijl deze mensen eigenlijk gewoon het werk willen verrichten waarvoor ze komen. En dat is een behoorlijk problematische actie. Want iedereen die wil werken, die moet daarvoor de kans krijgen. Ja. Je moet niet mensen een soort van stigmatiseren voor iets waar zij niet mee te maken hebben. En jullie zijn tegen die vergunningseis? Nee, wij zijn tegen het. Ja, nu heb je het voor een deel ook over de WRS natuurlijk en wat daarin eventueel geregeld zou zijn. Ja, kijk, ik denk dat je, het is helemaal duidelijk. Bij één redeneert vanuit de mensen die voornamelijk het activistische gedeelte ook van de sekswerkersgroep die er waarschijnlijk ook vrijwillig in zit. Ga ik helemaal niet ontkennen. Nee, maar jullie redeneren natuurlijk allebei vanuit een ander perspectief. We redeneren uit een totaal ander perspectief. En ik zou willen dat de mensen die daar onvrijwillig in zitten of door allerlei dingen die in hun leven zijn gebeurd daar terecht zijn gekomen, dat we hen helpen. En ik denk dat een vergunning daar wel bij kan helpen, omdat je veel beter kan kijken wie er uiteindelijk in de prostitutie werkt en hoe diegene daar gekomen is. Of daar niet iemand anders achter zit. Dan vraag ik me wel sterk af. En ik zou, als ik hem af mag maken, ik zou het dan ook mooi vinden als we bijvoorbeeld, als iemand in de prostitutie gaat werken, dat we dan ook een eerlijke intake doen. Dat we kijken van hoe vrijwillig, wat is jouw situatie? Weet je wat je rechten zijn? Oké. Ik denk niet dat daar een intake voor nodig is. Ik denk wel dat er een goed bureau moet zijn die toegankelijk is en die echt daadwerkelijk hulp kan bieden voor mensen die er echt uit willen stappen. Dus mocht iemand sekswerk willen verrichten, dan moeten zij niet door een hele screeningsprocedure gaan. Dat is gewoon niet eerlijk. Dat doen we ook niet bij andere functies. Dus dat zou eigenlijk zeggen dat dit werk minderwaardig is of dat dit werk gecriminaliseerd wordt. En daar willen we per definitie niet naartoe, want we zijn een vrije samenleving. Ja. Juist op Internationale Vrouwendag moet elke vrouw vrij zijn en ook niet vrouwen om het werk te verrichten wat zij wil. Ik wil hem even concreet maken, nog iets meer. Want het afgelopen jaar is het aantal ramen natuurlijk afgenomen. Ja. Is flink afgenomen. Dat betekent dat heel veel sekswerkers ZZP'er zijn geworden. Of die zijn thuis mensen gaan ontvangen. Dus hoe je het ook went of keert, de situatie is natuurlijk dat het veel meer nu op dit moment verplaatst naar achter de voordeur. En de vraag is natuurlijk, op wat voor manier kun je daar de mensen die het vrijwillig doen en dat ook willen, hoe kun je hun de rechten geven om dat te doen? Je kunt ook ideologisch zeggen, eigenlijk wil ik niet dat dat überhaupt gebeurt, maar dat is een tweede. En de andere vraag, hoe kun je voorkomen dat daar dwang plaatsvindt? Nou, dat is natuurlijk dan een concrete vraag. Dat is dus precies wat er gebeurt door het wegdrijven van sekswerkers uit de stad. Door ramen te verbieden en te laten verdwijnen. Ze worden gedwongen om in hun huis te werken, waardoor ze niet meer zichtbaar zijn. Soms in wijken komen in de stad waar ze onveilig zijn. Juist vanuit de sekswerkers en belangenorganisaties horen we dat zij zich het veiligst voelen in
het centrum. Want ze hebben overal toegang tot personen die ze kennen. Ze zijn omringd door andere sekswerkers. En ze kunnen met elkaar een netwerk opbouwen om veiligheid te behouden. Ja, ik wil best ook zoeken in dingen waar we het hier over eens zijn. Ik denk inderdaad dat thuisprostitutie niet iets wenselijks is. Ik denk ook dat je dat zou moeten verbieden in Amsterdam. Dus, en ik ben het er ook mee eens dat sekswerkers op dit moment veiliger zijn in het centrum dan als we, wat het college wil, een nieuw groot erotisch centrum ergens anders in de stad moeten gaan zetten. En net doen alsof dat dan de problemen oplost. Dus ik zou willen dat we het op dit moment beginnen met mensen echt een keus te geven. En ik hoor nog steeds niet dat Bijeen daar in die zin echt zelf nog ideeën bij heeft of voorstellen over doet. Omdat ik denk dat die keuze inderdaad niet is. Ik ben het met u eens. Als we alleen ramen weghalen uit de stad, zonder uitstapvoorzieningen goed te regelen. En ik hoor Bijeen net zeggen, ja, laten we misschien dan een soort organisatie oprichten die uitstappen kan regelen. En die zijn er gewoon. Ja, maar die dit zeggen, zijn twee verschillende discussies. Ja. Ik heb het inderdaad dat zijn geen twee verschillende discussies. Het sekswerk is gewoon werk. Maken. Ik zeg net, mensensmokkel en mensenhandel, dat zijn onderwerpen die losstaan van sekswerk. Want sekswerk gaat gewoon over het vrijwillig werken in deze industrie. En mensensmokkel, mensenhandel en exploitatie van mensen, waar jij het over hebt, dat is iets wat daar volledig los van staat. En daarvan zeg ik inderdaad, daar kunnen mensen uitkomen als wij ze een goede optie geven voor onderdak, bescherming, zorg. Ja. Die twee dingen die staan los van elkaar. Nee, laatste punt hierop, Gerren. Ja, Ik heb het idee dat Bijeen de ogen wil sluiten voor de problemen die er zijn met prostitutie, zodat het standpunt sekswerk is werk maar overeind kan blijven staan. Dus het ideaal dat sekswerk werk is, is belangrijker dan de pijnlijke realiteit van prostitutie. Zeer zeker niet. En dat zorgt ervoor dat mensen uiteindelijk niet de echte keuze hebben die ze hebben. Dat ze vastzitten in onze stad. En ik vind het echt jammer dat Bijeen, die zegt dat ze een ongelijkheidsstrijd voert, die opkomt voor de rechten van iedereen en van minder beteelden, dat ze hier het ideaal belangrijker laten zijn dan de mensenrechten van mensen in onze stad. Punt gemaakt. Ik ga nog één keer heel simpel herhalen wat ik zeg. Wat jij net zegt, daarin ben ik het mee eens. Mensenhandel, exploitatie van mensen, dat moet bestreden worden. Dat is niet sekswerk. Sekswerk is vrijwillig werken in de prostitutie en in de sekswerkindustrie. Die twee dingen, ja, inderdaad, mensenhandel moet bestreden worden. En mensen die zich daar gedwongen in bevinden, daar moet zeker iets aan gedaan worden. En zoals ik net zei, daar zijn oplossingen voor. Maar het stigmatiseren van sekswerkers tegen hun eigen zin in, dat is inderdaad een vorm van onderdrukken van vrouwen en andere personen die dit werk willen verrichten uit vrije wil. Ja, komen we terug bij het begin van de discussie, eigenlijk, toch? Ik wil hier wel een beetje bezwaar. Er wordt mij het onderdrukken van vrouwen verweten. En ik zou dan wel eerlijk willen zeggen, ik werk in de prostitutiehulpverlening. Ik weet wat er gebeurt. Ik zie die mensen elke dag, elke week. Dus ga mij niet verwijten dat ik hier vrouwen onderdruk of dat ik niet weet waar het over gaat. Ik praat met sekswerkers. Ik weet wat hen overkomt. En dat is waarom ik ervoor opkom. Ja. En dit zijn vaak, ik heb een filmpje gezien namelijk van een sekswerker, een transvrouw van kleur. En dit zijn vaak de groepen die het meest gemarginaliseerd worden, omdat ons systeem gebouwd is op exploitatie, op racisme, op uitsluiting van de arbeidsmarkt. Maar dit zijn hele andere problemen dan waar we het nu over hebben. Want sekswerkers die vrijwillig hun werk willen verrichten, die hoef je niet te stigmatiseren op deze manier. Ik wil tot slot eigenlijk, want ik denk dat dat kijk, dat erotisch centrum, de gemeenteraad eigenlijk, er worden nu gebieden gezocht en om een erotisch centrum te ontwikkelen. Dus dat is eigenlijk een moment waarop hoe je er ook naar kijkt, ideologisch gezien, en op wat voor manier je er ook redeneert, dat er een punt komt waarop je moet zeggen, als dit erotisch centrum er komt, jullie zijn niet voor de komst van een erotisch centrum, dat weet ik, maar als het er komt, omdat toch de gemeenteraad dat in meerderheid beslist, op wat voor manier zouden jullie dat dan willen inrichten? Wat zou het belangrijkste daarin moeten zijn om te zorgen dat jullie beide standpunten het best naar voren komen? Dat is natuurlijk iets waar de gemeenteraad de komende maanden over gaat debatteren en over gaat praten. Begin ik even bij Gerjan en dan kom ik bij Ninap. Ja, ik zou allereerst willen garanderen dat hulporganisaties plek hebben in dat gebouw. Dus dat het voor de vrouwen die in de transgenders en de mannen in de prostitutie ook heel toegankelijk is om hulp te krijgen wanneer ze die zouden willen. Ik zou willen dat we een goed deurbeleid voeren, waardoor je alleen als volwassene naar binnen kan. En misschien moeten we wel hiervoor ook een ingezeten een criterium gaan hanteren. Zodat we ervoor zorgen dat prostitutie niet een soort van toeristisch uithangbord is en dat het een soort van het grote centrum wordt waar we dan maar het probleem naartoe verschuiven wat op dit moment op de wallen is. Ik denk dat dat twee belangrijke punten zijn en ik denk dat er goed nagedacht moet worden en zeker niet in Zuidoost. Nee. Nilab, zelfde vraag. Ja, ik vind dat sekswerkers dat vooral zelf moeten inrichten. Dat ze genoeg inspraak moeten krijgen en genoeg invloed op het hele proces. En daar zodanig mee akkoord moeten gaan dat dit is wat ze willen.
ik vind niet dat wij daar echt invulling aan moeten geven, zonder dat die belangenorganisaties daar voldoende inspraak in hebben. Maar ik wil nog wel dus meer inspraak van de belangenorganisaties. Ik wil nog wel benadrukt hebben dat het natuurlijk dat hele erotisch centrum natuurlijk wel een heel slecht idee is. Ja. Dus er wordt gedaan alsof we daarmee de problemen die er in onze stad spelen rondom prostitutie en ook met de overlast op de wallen, dat die hiermee worden opgelost. En dan gaan we dat doen door een centrum in te richten waar we, zo staat het letterlijk in het beleidsvoorstel van het college, erotiek gaan vieren. En dat doen we op allerlei verschillende manieren. Ja. Door horeca erin te halen, maar ook door bijvoorbeeld kunst naar binnen te halen. Maar dan vraag ik me echt af, door een schilderij naast een bordeel te zetten, is het probleem wat prostitutie, dat mensen daar gedwongen in vastzitten, nog steeds niet opgelost. Okay. Maar prostitutie is niet per definitie een probleem. Wij zijn ook tegen het erotisch centrum, want sekswerkers hebben zelf gezegd dat ze in de stad willen verblijven. Dat je erotiek kan vieren, ja, per definitie is dat iets waar ik het wel mee eens ben, want het is een onderdeel van het leven. Maar ik denk wel echt dat deze discussie op dit moment veel meer gestroomlijnd kan worden, want in essentie ben ik tegen exploitatie van alle mensen in de samenleving. En we hoeven dat niet continu te gooien op sekswerkers die vaak bij ons aankloppen met, hey, wij worden gewoon geblokkeerd op alle manieren, terwijl wij gewoon ons leven op deze manier willen inrichten. En ik denk eigenlijk dat als jij zegt dat je voor een gelijkwaardige samenleving bent, dat je het daarmee eens moet zijn. Daar komen we bij het punt wat ik eerder zei. Bijeen redeneert vanuit de mensen, en ik denk dat dat een zeer kleine groep is als je kijkt naar de totale doelgroep die in de prostitutie werkt, die er inderdaad vrijwillig zit en hier zelf voor heeft gekozen. Ik zie heel veel mensen die hier niet voor hebben gekozen, waarvoor het niet het beroepsperspectief en het toekomstperspectief is wat ze hadden toen ze misschien jong waren en nadachten over de toekomst. Ja. En ik zou voor die mensen wat willen betekenen. En dan kun je er ook niet aan onttrekken dat er bijna nergens anders er zoveel onvrijwilligheid is als in deze sector. We gaan nu naar herhaling van zetten doen eigenlijk. Ja. Heel kort, Nilab nog, en dan wil ik naar vragen uit de zaal. Nee, ik vind zeker dat als iemand zegt, ik wil dit niet meer doen, maar ik voel me gevangen, dat wanneer dat expliciet het uitgangspunt is, dat ze de ruimte moeten krijgen om eruit te stromen. En dat we dat zeker als gemeente moeten kunnen faciliteren. Maar dat dat niet ten koste mag gaan van de vele mensen die dit wel willen op deze manier. Ja. Oké, helder. Zijn er vragen uit de zaal? Ik begin bij u. Ja, ik ben toch een beetje verbaasd door het mensbeeld wat bijeen neerzet. In dit eerste gedeelte van het debat is er een mensbeeld waarbij de mens van alle kanten eigenlijk wordt bedreigd, onderdrukt, etnisch geprofileerd, et cetera. En in het tweede gedeelte van het debat lijkt het net alsof de mens ineens een krachtige actor is die volledig uit zelfbesluit helemaal alles kan besluiten. Dus ik ben benieuwd hoe je die twee mensbeelden kan koppelen met elkaar, kan verenigen. Je kan een sterk, krachtig mens zijn dat zelfs een besluit neemt en dan nog steeds gediscrimineerd of etnisch geprofileerd worden. Die twee dingen sluiten elkaar niet uit. Oké, dat is een antwoord. Dan ga ik naar deze meneer. Ja, hi. Ik had een vraag. Ik hoor dat jullie gedwongen sekswerkers tegen willen gaan. Maar ik hoor dan niet hoe jullie gedwongen sekswerkers willen bereiken. Dus wat in mijn beeld is, wat ik heb gelezen, is dat gedwongen sekswerkers geen Nederlands spreken en maar een paar maanden in Nederland wonen. En dan gaan ze weer terug naar bijvoorbeeld Oost-Europa, Rusland, Zuid-Amerika. Ja. En dan komen we weer, na een jaar komen ze weer terug. Ja. Goeie vraag. Hoe gaan we de mensen bereiken die dat niet vrijwillig doen? Nee, Nilab en Gerno. Nou, wil jij eerst? Nee hoor. Oké. Ja, ik denk dat het een goed punt is wat je net zegt. Je kan specifiek kijken naar onder welke groepen komt dit veel voor. En als ze inderdaad niet de taal spreken, zorg er gewoon voor dat het toegankelijk is waar ze naar kunnen bellen, waar ze kunnen aankloppen, welke hulp ze kunnen bereiken en wat die hulp inhoudt als ze eruit willen stappen. Als je er gewoon voor zorgt, wat Gerjan ook zei, dat er uitstroommogelijkheden zijn voor mensen die er echt uit willen gaan en dat duidelijk communiceert, dan houden mensen hun autonomie om dat te doen wanneer ze het nodig hebben. En ook de zekerheid dat ze niet op straat belanden wanneer ze eruit stappen. Ja, ik denk voor een groot deel weten we voor welke groepen dit speelt. Vrouwen uit Latijns-Amerika en vrouwen uit Oost-Europa, daar komt het over het algemeen voor het grootste gedeelte voor. En er zijn hele goede organisaties in de stad, zoals het Scharlakenkoord, maar ook het Leger des Heils en Bright Fame, die deze mensen zoveel mogelijk outreachend, werkend opzoeken. Dus gewoon de straat op gaan, in gesprek gaan. En hebben ook goede mensen met goede tolken. Dus wat mij betreft gaan we die organisaties ondersteunen. Want als je niet zelf naar deze groep toe gaat, ga je ze nooit boven water halen. Is er nog een laatste vraag? Iemand die zegt, ik kan niet slapen als ik deze vraag niet gesteld heb, dus ik wil hem toch nog even stellen. Anders dan gaan we zo een drankje doen, zou ik zeggen. Mm-hmm. Ja.
Oké, dan gaan we hem afronden. Ik wil iedereen heel hartelijk danken. Geef als eerste de laatste twee debaters een warm applaus. Nilab Ahmadi van Bijeen en Gerjan van Heuvel van de ChristenUnie.